Dames en heren, hartelijk welkom bij deze bijeenkomst georganiseerd door het Zoetebeek-programma. En een zeer bijzonder welkom voor Jules Schelvis, 92 jaar inmiddels, overlevende van Sobibor en andere concentratiekampen. De Radboud Universiteit heeft de kernwaarden persoonlijk en betrokken. En daarbij past dat deze universiteit zich nauw betrokken voelt bij de Holocaust Memorial Day. Vandaag besteden we daar voor de vijfde keer aandacht aan. Verlatenheid, bezinning en wachten op de bevrijding. Deze zin schreef de toenmalig rector magnificus Hermersdorf over het academisch jaar 1943-1944 van onze universiteit. De universiteit lag volledig stil en niet zonder reden. De Duitse bezetter eiste van de universiteiten dat studenten de loyaliteitsverklaring zouden ondertekenen. Maar de 800 exemplaren die vanuit Apeldoorn naar Hermersdorf waren toegestuurd, bleven achter slot en grendel. Hij weigerde de loyaliteitsverklaring aan de studenten voor te leggen. Nijmegen was daarmee de enige universiteit in Nederland. Dat betekende ook onvermijdelijk het stopzetten van de universitaire activiteiten. Op de kortste senaatsvergadering ooit in Nijmegen gehouden, op vrijdag 9 april 1943, werd het besluit daarvoor door het senaat met applaus begroet. Men was eerst bevreesd voor ontmanteling door de bezetter, maar nu ging men zelf over tot voorlopige sluiting om een definitieve sluiting op last van de bezetter voor te zijn. Hermersdorf prikte het bericht met deze mededeling eigenhandig op zaterdag 10 april in de hal van het hoofdgebouw op. Hij nam daarmee persoonlijk grote risico's en was zich daarvan bewust. Hij had een koffer met kleren bij de voordeur klaarstaan voor het geval hij zou worden gearresteerd. Maar ondanks alle risico's hield hij zijn rug recht en is daarmee een voorbeeld voor velen. Zoals ik tijdens mijn nieuwjaarsreden vorige week maandag aankondigde, hebben wij aan deze universiteit de zogenaamde Hermersdorfprijs in het leven geroepen. Prijzen voor wetenschappers die op basis van onderzoek een bijdrage hebben geleverd aan verdieping van het publieke debat. Op deze wijze houden we de herinnering aan Hermersdorf en zijn heldhaftige daad levend. De Tweede Wereldoorlog ligt 68 jaar achter ons. Vergeten mogen we het nooit. Er wordt veel geschreven en gesproken over de Holocaust, ook door wetenschappers. En daarom organiseert het Zoetebeek-programma ook elk jaar een wetenschappelijke lezing over de Holocaust. Die lezing zal dit jaar op 25 januari, volgende week vrijdag, worden gehouden door de Israëlische historicus Yehuda Bauer, die zal spreken over het Joodse verzet tegen de Holocaust. Maar hoe belangrijk de wetenschappelijke bestudering ook is, de persoonlijke getuigenis van mensen die de Holocaust hebben meegemaakt en ternauwernood hebben overleefd, maakt de meeste indruk. Want de persoonlijke getuigenis maakt van een abstracte historische gebeurtenis een persoonlijke ervaring die de toehoorders kunnen navoelen en die hen in het hart raakt. De Holocaust Memorial Day getuigenis is niet alleen een herinnering aan een vreselijke geschiedenis, maar ook een viering van het leven. Want de getuigenissen laten ook zien hoe veerkrachtig de mens kan zijn, hoeveel verzet er kan zijn tegen de dood en dat het leven vaak aan het langste eind trekt. En graag geef ik nu het woord aan Ria van der Brand, die de spreker van vanavond, Jules Schelvis, nader in zal leiden. Geachte voorzitter van het college van bestuur van deze universiteit, beste meneer Gerard Weijer, hartelijk dank voor uw woorden en ook nog wel deze onverwachte woorden. Wij stellen het bijzonder op prijs dat u deze avond zo heeft geopend en daarmee een goede traditie voortzet van uw voorganger, de heer Roelof de Wijkersloot. Ook fijn, meneer de Wijkersloot, dat u hier aanwezig bent. U heeft zich erg verstopt, ik weet niet waar. Maar voor u is het dan toch ook de vijfde keer dat u hier bent. Het is ons eerste lustrum. Namens de organisatie, het Zoetebeek-programma, mag ik u allen heel bijzonder welkom heten.
het allerbijzonderste welkom. Meneer Meijer is mij voorgegaan. Heet ik natuurlijk aan onze speciale gast, de heer Jules Schelvis, dokter Jules Schelvis en mevrouw Rosette Katz, die de heer Schelvis begeleidt op al zijn tochten. Ook een bijzonder welkom aan Meert Zwij, aan Jusine Franke en Leo Vriesenaar, die deze avond tweemaal zullen optreden met Jiddische liederen. Eenmaal na de getuigenis van meneer Schelvis en eenmaal na het interview met meneer Schelvis. Mag ik u verzoeken om, zo u dit nog niet heeft gedaan, uw eigen meegebrachte mobieltjesmuziek uit te zetten. Dames en heren, vandaag 17 januari 2013 is het dus de vijfde keer dat we hier aan de Radboud Universiteit gaan luisteren naar het verhaal van een Joodse overlevende van de Tweede Wereldoorlog en stilstaan bij de hel van de Jodenvervolging in diezelfde oorlog. Het herinneren van deze onvatbare ongerechtigheid kan bijdragen aan gerechtigheid, aan een betere samenleving. Elke Joodse getuigenis van de Shoah, elk individueel verhaal is een verhaal, een herinnering die ertoe doet. In de voorgaande jaren heeft u verhalen gehoord van Joodse getuigen die twee kampervaringen gemeenschappelijk hadden. Ze waren zowel in het doorgangskamp Westerbork geweest als in Theresienstadt. Zo heeft u de getuigenissen gehoord van Fred Schwartz, Mirjam Weitzner-Smoek, Beppi Aleng-Duk en Eddie Mannheim. Mocht u bij alle vier deze getuigenissen aanwezig zijn geweest, dan zal het u opgevallen zijn dat deze getuigenissen toch heel verschillend waren. Maar dat één vernietigingskamp in deze levensverhalen op directe of indirecte wijze een alles overschaduwende rol heeft gespeeld, namelijk Auschwitz. Ook in onze dagelijkse spreekwijze over de Holocaust is het vernietigingskamp Auschwitz symbool geworden voor alle verschrikkingen in de nazi-kampen. Wanneer wij willen benadrukken dat de Holocaust zich niet mag herhalen, zeggen wij vaak nooit meer Auschwitz. En daarmee bedoelen we nooit meer een herhaling van een dergelijk kwaad in onze wereld. Tot het toenmalige nazi-systeem van Uitermeer behoorden, zoals u weet, vele kampen. Bekende en onbekende kampen. In de getuigenis van de voorgaande jaren is over diverse kampen verteld, maar nog niet is er verteld over Sobibor. Dat gaan we vanavond doen. Aan het woord komt zo dadelijk niet alleen de in ons land bekendste overlevende en getuige van Sobibor, maar ook Nederlands grootste kenner en specialist van Sobibor, Jules Schelvis. In 2008, kort na uw 86e verjaardag, was toen 86 lentes jong, ontving u voor uw historisch speurwerk rondom Sobibor een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Dit was zeer terecht en zeer verdiend. Na een aanvankelijk jarenlang zwijgen over zijn oorlogsherinneringen is Jules Schelvis rond zijn 60ste levensjaar gaan schrijven over zijn ervaringen als overlevende van 7 oorlogskampen. En niet alleen schreef hij het boek Binnen de Poorten. U moet dit echt lezen. Dit is het boek met het eigen overlevingsverhaal van Jules Schelvis, maar van zijn hand verschenen ook onder meer Vernietigingskamp Sobibor. Dat is met een nuance en een onderzoeksfeiten geschreven. Het is echt ongelooflijk. Ik vind het, dat is een proefschrift eigenlijk gewoon.
En Sobibor Transportlijst is een ander boek. En wat ook heel erg bijzonder de moeite waard is, is Ooggetuigen van Sobibor. Dat is bij Ambo verschenen, 2010. Alle andere boeken kunt u bij de boekhandel krijgen, is bij de Bataafse Leeuw verschenen. Of ik moet eigenlijk zeggen, kunt u beter bij Westerbork bestellen. En onlangs is er dan Er reed een trein naar Sobibor verschenen. Wie Jules Schelvis al niet van zijn publicaties kent, kent hem wellicht als oprichter van Stichting Sobibor. Of u kent hem van een van zijn vele lezingen. Of u kent hem als mede-aanklager in het proces tegen Demjanjuk. Daarmee was u regelmatig in het nieuws. Al meer dan 30 jaar dus zet Jules Schelvis zich op onnavolgbare wijze in voor het gedenken van de Holocaust. Heel in het bijzonder heeft hij op alle mogelijke wijze kennis verzameld van het vernietigingskamp Sobibor. Een kamp waarvan de nazi's na de opstand van de Joodse gevangenen op 14 oktober 1943 zoveel mogelijk sporen hadden proberen uit te wissen. De geschiedenis heeft hen echter ingehaald en Jules Schelvis heeft daarin een hele grote rol gespeeld. Met zijn getuigenis en zijn speurwerk naar de grootste ongerechtigheid van de 20e eeuw heeft hij op uitzonderlijke wijze bijgedragen aan de gerechtigheid in deze wereld, of althans aan de pogingen daartoe. Meneer Schelvis, het is een buitengewone eer en een sublieme kans voor ons allemaal dat u vanavond bij ons bent en ons deelgenoot wilt maken van een belangrijk deel van uw levensverhaal en uw kennis over Sobibor. Wij weten dat u vele avonden nodig zou hebben om al uw ervaringen in de 7 verschillende kampen te vertellen. Maar vanavond het getuigenis vanaf uw jeugdjaren in Amsterdam tot en met uw aankomst, deportatie naar Sobibor. Dat is in juni 1943 geweest. Mevrouw Zet Katz zal u daarbij assisteren met de PowerPoint. U heeft een prachtige PowerPoint gemaakt. En voor de toehoorders is het misschien goed te weten dat meneer Schelvis ruim een uur zal spreken. Zoals gezegd hebben we daarna een muzikaal intermezzo van meneer Svee. En tegen 9:30 zullen meneer Schelvis en ik met elkaar in gesprek gaan. En wanneer de tijd dat toelaat, zal ook de zaal een paar vragen kunnen mogen stellen. Maar meneer Schelvis, mag ik u uitnodigen om voor ons te spreken? Geachte dames en heren, van hoog tot laag, van voorzitter van de raad van bestuur tot belangstaande. Juist. Ja, ik geloof dat ik nooit zo'n mooie inleiding op een lezing heb horen uitspreken. En ik ben daar zowel meneer Meijer als mevrouw Via, zal ik dat noemen, ik ben even de achternaam kwijt, ben ik dankbaar dat ze zulke mooie woorden aan mij hebben gewijd. Verder zal ik gewoon mijn lezing beginnen voor te dragen met behulp van PowerPoint. En dat wordt verzorgd, denk ik, door mijn assistente, mijn altijd toegenegen vriendin, Rosetta Katz. Tot voor kort bestuurslid van de Stichting Sobibor, maar nu is ze daarvan ontheven in verband met andere werkzaamheden. Ze gaat eerder op bezoek naar Zuid-Afrika om daar ook goed werk te gaan doen. Maar dat wist nog niemand, behalve dus wij twee. Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 vanuit Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in 50 veewagens. Ik was één van hen
Niemand wist wat er ons na een enerverende tocht van 72 uur in een stinkende veewagen te wachten stond. Dit transport was het 14e in een reeks van 19 uit Nederland, die als bestemming, maar dat had u inmiddels begrepen, Sobibor had, een gehucht in het oostelijk deel van Polen. In de periode 2 maart tot 20 juli 1943 werden uit ons land 34.313 Joden naar het onbekende vernietigingskamp gedeporteerd. Van hen hebben slechts 18 de oorlog overleefd. Na de oorlog bleek dat ik de enige overlevende van mijn transport was. Het kost mij enige moeite dit verhaal te vertellen, ook al is het inmiddels 70 jaar geleden dat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Maar ik vertel het omdat ik het belangrijk vind dat u er nu nog kennis van kunt nemen. Het is een verhaal dat soms nauwelijks in woorden te vatten is. Als tweede kind van Jacob Schelvis en Esther Papegaai, hoe krijg je die twee bij elkaar? Op 7 januari 1921 in Amsterdam geboren op het Rapenburg. Mijn ouders, mijn 16 maanden oudere zusje Millie, u ziet hier Jules en Millie samen op de foto, woonde in het voorhuis. In het achterhuis woonde een andere Joodse familie. Dat was de familie De Vries. Over hem kom ik ook nog even te spreken aan het eind van mijn lezing. Ondanks het feit dat ze Joods waren, hadden mijn ouders gekozen voor het humanisme. Een levensbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid hoog houdt en bevordert. En die het geloof aan een persoonlijke God niet als premisse stelt. Ik moet dat zeggen hier in deze katholieke omgeving. Maar het is zoals het is. Mijn vader was zowel, zoals veel Joodse mannen in Amsterdam, diamantbewerker van beroep. Hij was een zachtaardige, bedachtzame en kunstzinnige man. Las boeken over filosofie en zong in een koor Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, wat terugkijkend als een ironische speling van het lot kan worden gezien. Hij zong overigens ook cantates van Bach. Ik noem er één, cantate 190, zing het Dem Herrn ein neues Lied. Mijn moeder was een vrolijke, gezellige en goedlachse vrouw die veel vriendinnen en vriendinnen had. Toen ik 4 jaar was, had mijn vader een goed belegde boterham. Het gezin kon zich de luxe permitteren naar Amsterdam-Zuid te verhuizen, waar betere arbeiderswoningen werden gebouwd. Omdat in de jaren 30 van de vorige eeuw in Nederland een algemene economische crisis heerste, konden mijn ouders de huur niet meer betalen. Daarom verhuisden we naar een goedkopere woning in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Op school, ik was een goede leerling, al zeg ik het zelf, mocht ik na de 6e klasse middelbaar onderwijs volgen op de 3-jarige HBS, wat voor arbeiderskinderen destijds ongebruikelijk was. In 1936, ik was toen 15, leidde ik een onbekommerd leventje. Ik voetbalde en zwom bij de zwemvereniging De Watervrienden. Na de HBS werd ik als drukker opgeleid bij drukkerij Lindebaum aan de Herengracht in Amsterdam. Daar haalde ik in 1939 mijn vakdiploma. Ik behoorde toen tot de weinige drukkers met een gedegen algemene opleiding.
In het voorjaar van 1940 raakte ik verliefd op Rachel Borsikowski, een in Amsterdam geboren 17-jarige jonge vrouw. Haar in Polen geboren ouders waren kort na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gevlucht voor het in hun land heersende antisemitisme. Op 10 mei 1940 overviel het Duitse leger ons land. Na 5 dagen ongelijke strijd en een bombardement op Rotterdam werd Nederland bezet. Binnen enkele dagen reden eenheden van de Weermacht door Amsterdam, waar ze door sommigen enthousiast werden begroet. De koningin en de ministers waren al een paar dagen later naar Engeland uitgeweken. Op 18 mei benoemde de Duitse Rijkskanselier Adolf Hitler de Oostenrijkse jurist Arthur Seyss-Inquart tot Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden. Naast hem, links op de foto, werd Albin Rauter, dus rechts, benoemd tot hoogste chef van de Duitse en Nederlandse politie. Beiden zouden de hoofdverantwoordelijke worden voor de Jodendeportaties uit Nederland, die vanaf juli 1942 zouden plaatsvinden naar Auschwitz en in 1943 naar Sobibor. De Jodenvervolging begon in Polen kort na 1 september 1939, toen het Duitse leger Polen binnenviel. Het bezette oostelijke deel werd al gauw tot generaal gouvernement verklaard. Een gebied dat de nationaalsocialisten ongestoord een gang konden gaan. Het was voorbestemd om er naast concentratiekampen ook 4 vernietigingskampen te bouwen onder de codenaam Aktion Reinhardt. Op 31 juli 1940 werd de eerste anti-Joodse maatregel van kracht in Nederland. Het ontslaan van Joden uit de luchtbeschermingsdienst, gevolgd door de verordening ter vermijding, zoals dat heette, van het kwellen van dieren bij het slachten van vee. In feite bedoeld als een verbod op kosher slachten. Daarna zouden nog onnoemelijk veel verordeningen volgens kracht van wet hadden. De 10 januari 1941 was voor Joden van grote betekenis, omdat volgens bekendmakingen in de dagbladen alle in Nederland aanwezig mensen van geheel of gedeeltelijk een Joodse roede zich tegen betaling van 1 gulden moesten aanmelden bij de plaatselijke bevolkingsregisters. Vrijwel niemand realiseerde zich dat dat de eerste stap was die zou leiden tot de deportaties naar de vernietigingskampen. Na enige weken wist de bezetter precies waar de Joden woonden, hoe oud ze waren, hoeveel buitenlanders en statenlozen er in ons land woonden en welke beroepen ze uitoefenden. In de eerste weken van februari 1941 verscherpte het antisemitisme zich vooral in Amsterdam. Weerafdelingen van de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, provoceerden Joden in cafés en hotels rond de uitgangscentra Rembrandt en Waterlooplein. Er ontstonden schermutselingen tussen de weerafdelingen en Joodse klokkoeren. De anti-Joodse maatregelen die erop volgden kregen een steeds grimmiger karakter. Op 13 februari 1941 werd op gezag van de bezetter de Joodse Raad opgericht met als voorzitter Abraham Asche en David Cohen. De Duitsers gaven via deze raad hun bevelen door aan de Joodse gemeenschap,
soms door middel van de pers, maar meestal door publicaties in het door de Duitsers opgedrongen Joodse weekblad. Zo werd de Joodse Raad een instrument in Duitse handen. Op 25 februari 1941 verzette zich de Amsterdamse bevolking tegen de genomen maatregelen. Dit uitte zich in een vrijwel algemene werkstaking, de zogenaamde februaristaking. Kort daarvoor waren tijdens razzia's in de Jodenbuurten honderden Joden opgepakt op het Jonas Daniel Meijerplein, waar zwaar mishandeld werden. Ze werden naar het concentratiekamp Mauthausen gestuurd, waarvan men toen dacht dat dit het ergste was wat iemand kon overkomen. Direct na de februaristaking werd ik, nadat een verwalter was aangesteld, als drukker ontslagen. Plotseling zat ik zonder geld en moest ik maar zien hoe ik aan de kost kon komen. Ik besloot samen met mijn geliefde Rachel en zwager Abraham van dun karton portefeuilles te maken waar men zijn distributiestandkaart en rantsoenbonnen in kon opbergen. Voor u overigens vreemde begrippen, want die bestaan dus al lang niet meer. Overigens na de oorlog waren ze zelfs nog van kracht, toen er nog schaarste was aan goederen en voedsel. In mei 1941 en de daaropvolgende maanden mochten Joden geen gebruik meer maken van zwembaden en parken. Ze mochten niet meer reizen, terwijl fietsen en andere vervoermiddelen moesten worden ingeleverd, terwijl hun bewegingsvrijheid ingrijpend werd beperkt. Ook mochten ze geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. Al met al werd het leven voor Joden steeds ondraaglijker. Op 1 oktober 1941 werden de inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder verplicht gesteld een persoonsbewijs bij zich te dragen. Op dat voor Joden was aan beide zijden een zwarte opvallende J gestempeld. Zo werd je als Jood gestigmatiseerd. Aan het begin van de wijken waar meer dan gemiddeld aantal Joden woonden, werden in 1941 borden geplaatst met de aanduiding Judenviertel, Joodse wijk of Joodse gracht. Overigens is dit een van de zeer weinige kleurenfoto's die in die periode zijn gemaakt. Het was geen afgesloten gebied, omdat er ook niet-Joodse burgers en winkeliers woonden, behalve soldaten kon iedereen zich daar vrij bewegen. November 1941 werd bekendgemaakt dat buitenlandse en statenloze Joden zich moesten melden voor de zogenoemde arbeidseinsatz voor werk in Nederland of elders. Rachel, haar zuster Gaia en broertje Herman werden door het Duits bestuur, ondanks dat zij in Amsterdam waren geboren, als Polen of statenlozen beschouwd. Om dit mijn geliefde en haar zuster te besparen, zijn wij op 18 december 1941 getrouwd. U ziet hier een foto van het trouwen in de Sjoen. Maar dat had een bepaalde betekenis dat wij zouden trouwen in de Sjoen, omdat we toch humanisten waren. Maar wij konden namelijk bij de ouders van mijn schoonouders, en die waren ook uit Polen naar Nederland gekomen, mochten inwonen, mits wij in de synagoge zouden trouwen. En dat hebben we dus nog maar braaf gedaan. Dus dat zijn wij, op 18 december zijn we dus getrouwd. Vanaf die dag werden ze Nederlandse staatsburgers. Maar laten zo blijken
dat dit deportatie niet heeft kunnen voorkomen. Om de Jodenvernietiging in Europa te structureren werd op 20 januari 1942 de zogenoemde Wannsee-conferentie in Berlijn gehouden. Daar werd door topfunctionarissen uit alle Duitse geledingen de al eerder genomen beslissing de Europese Joden te verdelgen nader uitgewerkt. In aanmerking kwamen aldus het door Adolf Eichmann opgestelde protocol rond 11 miljoen Joden, inbegrepen die uit Engeland. De voornaamste taak van Eichmann was tijdschema's op te stellen en de logistiek van het transporten naar de vernietigings- en concentratiekampen te organiseren. Bij de Poolse dorpen Belzec en Sobibor was men al eerder, al in het jaar 1941, en in Treblinka in mei 1942 begonnen met de voorbereidingen en de bouw van deze vernietigingskampen. Op 30 juni 1942 werd voor Joden in Nederland een avondklok ingesteld. Vanaf 's avonds 8 tot 's morgens 6 uur mochten zij zich niet meer buitenshuis bevinden. Zo werden ons de duimschroeven steeds vaster aangedraaid. Op 24 september 1942 stuurde Rauter een brief naar de Rijksführer SS in Berlijn, waaronder hij onder meer schreef: op 15 oktober wordt het Jodendom in Holland vogelvrij verklaard. Dat wil zeggen, er wordt dan met een grootscheepse coalitionele actie begonnen. Dus kan er geen Jood, als dus Rauter, waar dan ook, meer te zien zijn. Op 29 april 1942 verscheen in de pers een bekendmaking over het dragen van een gele ster voor Joden ouder dan 6 jaar. Hier ziet u een foto van Rachel met haar ster op de Magere Brug in Amsterdam. Op 26 mei 1943, 8 maanden na de brief van Rauter, werden wij door de Ordnungspolizei tijdens een grote centrumrazzia in onze woning aan de Nieuwe Kerkstraat in Amsterdam gearresteerd. Samen met nog 3.200 andere Joden. Rachel was toen 20 jaar en ik 22. Hier ziet u een impressie die na de oorlog is gemaakt door het Anna Frankhuis bij gebrek aan foto's. U ziet een impressie die dus bij gebrek is gemaakt. Wij werden onder strenge bewaking gedwongen naar de verzamelplaats op het hermetisch afgesloten Jonas Daniel Meijerplein te lopen, waar al honderden Joden uit de omgeving waren bijeengedreven. Na lange uren van wachten zonder voedsel en water werden we met trams door de stad naar het Muiderpoortstation gereden door bestuurders die in februari 1941 tijdens de staking nog hun werk uit protest hadden neergelegd. De omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams onder strenge bewaking van de Ordnungspolizei voorbijreden. In de namiddag kwamen we op het Muiderpoortstation aan, waar we met enige dwang naar het Polizeiliches Durchgangslager Westerbork werden gevoerd. Tijdens het rijden naar Westerbork heb ik een kaart uit de trein gegooid die ik adresseerde aan drukkerij Lindeboom, waar hij naar later bleek ook is aangekomen. Wij werden door de Joodse ordendienst en de marechaussee ontvangen in Westerbork.
de marechaussee die verre van koninklijk bleek te zijn. De inschrijving door de Joodse Raad heeft uren geduurd. Hier toon ik een lijst waarop Kachels naam en die van mij voorkomen met de ons toegewezen barak. Het is een beetje onduidelijk voor u op die afstand, maar hij is authentiek. Pas laat in de nacht werden we naar een grote barak gebracht waar slechts ijzeren stapelbedden stonden. De volgende 5 dagen gingen gebukt onder de voortdurende spanning van het op transport moeten gaan. Het begon op 1 juni 1943, al de dagen toen wij wakker werden in onze van stank bezwangerde houten barak. Ook na 5 nachten slapen was het een vreemde gewaarwording wakker te worden met zoveel onbekenden om je heen. Van slapen was nauwelijks sprake, omdat we wisten dat de transporten op dinsdag naar het oosten vertrokken. Wij wisten ook dat we gedeporteerd zouden worden, omdat de toevloed van meer dan 3000 mensen op 1 dag het kamp Westerbork onleefbaar maakte. Vanuit de overvolle barak hoorden we in de vroegte de stoomfluit van een locomotief. Op dat moment trad een functionaris van de Westerborkse ordendienst de barak binnen. Het geroezemoes moest verstomden toen hij met het aflezen van namen begon van degenen die moesten vertrekken. Ademloos luisterden we naar de eerste namen met de letter A. We spitsten onze oren toen de B aan de beurt kwam. Ik hoorde 3 maal de naam Borsikowski. Voor David, mijn schoonvader, Greta, mijn schoonmoeder en Herman, hun zoontje van 15 jaar. Hun lot was bezegeld. Ik wachtte gespannen op de letter S. En na enige tijd hoorde ik Schelvis Borsikowski, Rachel. Schelvis Jules, Stodel Abraham, Stodel Borsikowski, Gaia. Nadat onze namen waren genoemd, kwam een gevoel van berusting over ons, omdat het nu vaststond dat we als gezin bij elkaar zouden blijven. Mijn schoonouders waren rond de 50, intelligent om ook in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water te houden. Alleen de jonge Herman had nog de steun van zijn ouders nodig. Nadat de laatste naam was opgelezen, moest ieder die genoemd was zich voor vertrek gereed houden. Rachel en ik en haar zuster kwamen uit de jeugdbeweging. We waren gewend om in tenten te slapen en een sober leven te leiden, ons eigen potje te koken en met naald en draad om te gaan. Wat zou er met ons kunnen gebeuren? Van hard werken ga je niet dood. En dat er gewerkt moest worden, wisten we uit de spaarzame berichten die al uit Auschwitz in Nederland waren aangekomen. De afzenders schreven, uiteraard onder Duits toezicht, dat ze zwaar moesten werken, maar dat het voedsel voldoende was. We waren thuis al voorbereid op de Poolse winter. We wapenden ons alvast tegen strenge vorst. Onze warme kleren hadden we in onze rugzakken gepakt. We verdeelden nog de rest van onze etenswaren. We vulden verder onze brood en rugzakken met zachte kleren, een veldfles met water en een paar extra schoenen in de zijvakken en bovenop een deken. Ook mijn gitaar, die ik op het laatste moment van huis had meegenomen, nam ik ook nog mee. Toen we op 1 juni 1943 door de ordendienst en de marechaussee onze barak verlieten op weg naar de trein, dwaalden mijn gedachten af naar Amsterdam. Het was een vreemde gewaarwording. Alles,
ook zonder ons dat zijn naam zijn normale gang ging. Zonder dwang liepen we verpakt en gezakt en tamelijk ordelijk naar de boulevard de Misère, de plaats waar de veewagens klaar stonden. Iedereen zal tijdens het lopen zo zijn eigen gedachten hebben gehad. Ik liep hand in hand met Rachel en kneep af en toe in mijn arm om te voelen of ik niet droomde. Achter ons sjokte een jongstel dat een kinderwagen voortduurde met hun huilende baby. Op de rampen aangekomen probeerde iedereen zo snel mogelijk in een wagon te klauteren, want de eersten namen de beste plekjes in beslag met hun rugzakken, koffers en volgestopte slopen. Toen we in de wagon zaten met volwassenen, kinderen, ouderen, zieken en invaliden, wisten we, zonder ze te kennen, met wie we de komende dagen ons lot zouden delen. Aan onze wagon was nog een personenrijtuig gekoppeld, het enige met verlichting en verwarming. Het was bestemd voor de begeleidende ordnungspolizei. Na het aflossen van de wacht tijdens de tocht, konden ze daar eten en uitrusten van hun vermoeienissen en probleemloos in aparte coupés gaan slapen. Toen iedereen van ons met moeite in de veewagon was, verscheen een handkar met houten tonnetjes. Twee daarvan waren voor onze wagon bestemd. Eén was gevuld met water en de andere was leeg. Ze waren ongeveer 70 centimeter hoog. De lichtgebogen houten spanten werden bijeengehouden met ijzeren ringen. Die ziet u hier ook op de foto. De lege ton was bestemd om er onze behoeften in te doen. In de wagon was geen enkele voorziening getroffen voor mensen die een lange tocht moesten maken. Er lagen geen matrassen op de ruwe plankenvloer die in de lengte richting kieren vertoonde. Geen haken aan de wanden om kleren of andere dingen aan op te hangen. We bleken nog minder dan vee te zijn, want voor dieren zaten er nog ringen aan de wand. Bij de trein stonden SS'ers en een groep soldaten van de Ordnungspolizei, die ons tijdens de reis zouden bewaken. De hoogste in rang was Albert Gemmeke, de commandant van Westerbork. Hij en zijn trawanten, die de wekelijkse transporten als een routinezaak beschouwden, stonden ongeïnteresseerd toe te kijken hoe de operatie verliep. Zij maakten hun handen niet vuil. Gemmeke had de operatie namelijk opgedragen aan een groep geprivilegieerde Westerborkse functionarissen. Die waren aangewezen om de gebeurtenissen vlekkeloos te laten verlopen. Als zij het niet deden, zo was hun opvatting, zouden de SS het zelf wel doen. Toen onze wagon bijna vol was, zag ik dat er nog een groep mensen buiten stond te wachten. Ik dacht dat ze er met hun bepakking niet meer bij konden, maar ik vergiste me. De mannen van de ordendienst hadden in de loop van de tijd de nodige ervaring opgedaan. Ze begonnen in de wagon aan ons te duwen en te trekken en maanden ons wat inschikkelijker te worden. Toen iedereen binnen was, konden lang niet allen zitten of liggen. Als je dat al kon, was dat op de kale planken. Voor de schuifdeuren aan de buitenkant met haken werden gesloten, moest door iemand in de wagon een telling worden gemaakt. Daaruit bleek dat we met 62 personen en een kinderwagen opeengepakt waren.
Dit aantal werd met witte cijfers buiten op de wagon gekalkt. Daar stonden we dan als sardientjes in een blik. Hier uitgebeeld als opeengedrongen figuren. De kinderwagen en de tonnen namen ook de ruimte in beslag. Als iemand bij de ton wilde, moesten anderen zich nog verder inschikken. Aan de beide lange zijden van de wagon zat een kleine vensteropening, zonder glas, met aan de buitenkant ijzeren spijlen. Je kon er je hoofd niet doorheen steken, maar als je op je tenen stond, kon je erdoor naar buiten kijken. Zo waren we in staat vast te stellen langs welke wagons we reden. Stations reden natuurlijk. Toen de trein tegen 11 uur vertrok, was de ton al druk in gebruik. Als iemand zijn grote behoeften, vrouwen en kinderen, en ook kleine, moesten doen, moesten ze op de ton klimmen. Het was niet eenvoudig door zijn bolle vorm. Anderen hielpen hun daarbij en hielden dan een deken voor, zodat je niet voor iedereen te kijken zat. Je moest op de bovenste ijzeren ring zitten, wat op zich al pijnlijk genoeg was. De zieken en gebrekkigen waren toen niet in staat om op de ton te klimmen. Als ze niet door anderen geholpen konden worden, lieten ze hun behoefte de vrije loop op de plaats waar ze lagen of zaten. Al met al heerste er in de wagon een korte, een niet aflatende stank. Na enige tijd bleef de deken achterwege en schaamde men zich niet meer. De ton was al na enige uren vol. Een enkele keer werd hij onderweg ergens langs het spoor omgekieperd. De Joodse administratie in Westerbork dacht te weten dat de tocht in Auschwitz zou eindigen. Want op de kartotheekkaarten had men aangetekend dat de trein dat kamp als bestemming had. De naam Sobibor was onbekend. Nadat de trein Westerbork had verlaten, zond Gemmeke een telex naar de instanties die met de Endlösung der Judenfrage te maken hadden, onder hen naar de Rijkscommissaris Seyss Inquart en Rauter in Den Haag. Rechts ziet u de handtekening van Gemmeke, die elk transport bekrachtigde. Bij de transporten die Sobibor als bestemming hadden, zond hij de telex ook nog naar Klobotsnik in Lublin, de leider van de Aktion Reinhardt. Er zaten in mijn transport 3006 personen, waarvan 1147 mannen, 1354 vrouwen en 505 kinderen. Zo had het Statistisch Bureau in Westerbork nauwkeurig geboekstaafd. Ons land, eeuwenlang toevluchtsoord voor vervolgden en onderdrukten, dat voor de deportaties 140.000 Joodse ingezetenen kende, had zijn medeburgers gelaten en vrijwel zonder protest zien vertrekken. Het dagelijks leven in Nederland stagneerde geen moment toen de trein omstreeks 11 uur uit Westerbork vertrok. Ambtenaren van het bevolkingsregister van de gemeente Westerbork hielden kantoor in het kamp zelf. Hun werk was de vertrekkende burgers officieel uit te schrijven als inwoners van Nederland. Ze stempelden op de persoonskaarten van dit transport cynisch 1 juli 1943 buitenland. En dat 3006 keer. Toen de trein begon te rijden, drong het pas goed tot ons door dat we als ratten in de val zaten.
dat we door Hitler en zijn trawanten als untermenschen werden bestempeld, wisten wij al. Maar dat we van het toneel moesten verdwijnen, was niet goed tot ons doorgedrongen. Het deporteren naar de vernietigings- en concentratiekampen gebeurde met voorrang. Ook in de periode dat het vervoer van soldaten, materieel en de ravitaillering voor de Duitse oorlogsvoering de hoogste prioriteit had. Nadat we uit Westerbork waren vertrokken, was al gauw de vraag wie er bij een van de getraliede raampjes mocht staan. Het waren begeerde plaatsen, omdat je de stank in de wagon even kwijt was en je het groen van de velden en de mensen en steden waar we langs reden konden waarnemen. Afgesproken werd dat we dit per toerbeurt zouden doen. Via Assen en Groningen bereikten we bij Nieuweschans de Nederlands-Duitse grens. Met onbestemde gevoelens namen we afscheid van ons land. De vraag drong zich op hoe lang het zou duren tot we weer in Nederland terug zouden zijn. In de omgeving van Bremen was het mijn beurt voor het raampje te staan. Ik kon melden dat in en om de stad veel huizen en fabrieken door geallieerde bommen in puinhopen waren veranderd. Ondanks het leed dat daar moet hebben geheerst, gaf het mij voldoening dat de Duitse bevolking, die zo massaal achter Hitler en zijn denkbeelden stond, de verschrikkingen van dood en verderf nu ook zelf moesten ervaren. Nadat we ongeveer 400 kilometer hadden gereden, stonden we de eerste nacht lange tijd stil in de omgeving van Wittenbergen. De deuren bleven gesloten. Van slapen was door de kou niets terechtgekomen. In de ochtendschemering reed de trein onverstoorbaar verder in de richting Berlijn. We spraken nog nauwelijks met elkaar. Naarmate de uren verstreken, ontstond er gekibbel en geruzie over pietluttigheden. Geleidelijk aan werden de mensen minder tolerant. De onmogelijkheid om uit deze godvergeten hel te raken en het nijpend gebrek aan voedsel waren de oorzaak. Het brood dat in Westerbork was verstrekt, was allang opgeraakt. Het begon urenlang te regenen. Het water spatte van onder de wagon tussen de kieren door naar binnen, waardoor we ook nog nat werden. We waren de wanhoop nabij. Maar alles went, ook onder de moeilijkst denkbare omstandigheden. Door de cadans van het rijden over de vele wissels raakten wij toch nog in slaap, ondanks de ongewone houding waarin de meesten door het gebrek aan ruimte verkeerden. De kleine kinderen leken nergens last van te hebben. Voor zover het mogelijk was, speelden ze met elkaar of tekenden huisjes met poppetjes. Het was maar goed dat ze zich van geen kwaad bewust waren. Mijn altijd behulpzame schoonmoeder hielp de jonge vrouw met het verschonen van de baby. Mijn schoonvader zat somber voor zich uit te staren. Ab en Gaia hadden zich een stukje van ons verwijderd, omdat ze zo te zien nog veel met elkaar te bespreken hadden. En Herman, onze Benjamin, was niet te troosten. Wat zal er in hem zijn omgegaan? Deze lieve jongen die in de jeugdbeweging nog gezongen had dat de mens goed is. De gesprekken tussen Rachel en mij werden ook spaarzaam. Wat ons steeds bezighield was de vraag waar de trein ons tenslotte naartoe zou brengen. Nadat we de hele dag hadden gereden en vaak stilgestaan,
om het reguliere reizigersvervoer en militaire transport een voorrang te geven, stonden we in de schemering lange tijd stil op een rangeerterrein in Spandau. Langs de rail stond een waterinstallatie die locomotieven van water voorzag om er stoom mee op te wekken. Het werd ons toegestaan dat de schuifdeuren op een kier werden gezet, zodat het water in de lege ton kon stromen en we weer konden drinken, ook al was het voor consumptie ongeschikt. Intussen werd het donderdag. De somberheid van de nacht maakte de stemming in de wagon nog gedeprimeerder, omdat je in het donker nauwelijks iets kon zien. Niemand had eraan gedacht ook nog een kaars mee te nemen. Op sommige stations en rangeerterreinen konden we door het kleine venstertje een wagon zien met de bombastische tekst Reden müssen rollen für den Sieg. Ook het treinvervoer van Joden hielp de Duitsers dus aan een overwinning. In de gegeven omstandigheden was het onmogelijk om ons nog enigszins voor te stellen waar we aan het eind van de tocht zouden aankomen. We hadden de omstandigheden in Westerbork voor ogen, hoewel we daar maar 6 dagen waren. We dachten dat een kamp er zo ongeveer uit moest zien, met dit verschil dat Westerbork een doorkampslager en in Polen werkkampen zouden zijn. Het regime zou er ongetwijfeld strenger en de leiding brutaler zijn. We stelden ons grote aantallen barakken voor waarin we worden ondergebracht. Of zouden we misschien moeten helpen met het puinruimen in gebombardeerde steden of het aanleggen van wegen? Steeds vonden we wel redenen waarom we ons juist in Polen dienstbaar voor de vijand moesten maken, dus niet in strijd zou zijn met het oorlogsrecht. Rachel en ik, en waarschijnlijk ook onze huisgenoten, hadden een voortdurend pijn in de buik gevoel. Wat ons nog het meeste griefde, was de vernedering waaraan we waren blootgesteld. Volkomen weerloos te zijn, niets te kunnen doen aan deze mensonterende toestand een einde te maken. Hoe kon de wereld tolereren dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld? Waar was het Rode Kruis dat de bescherming van en de hulp aan oorlogsslachtoffers hoog in het vaandel had staan? Niemand van deze wereldwijde menslievende en neutrale organisatie hebben wij tijdens de tocht gezien. Op donderdag bereikten we de Poolse grens. Het begrip Polen dat ons zo lang door het hoofd had gespookt, was nu werkelijkheid geworden. We reden via Breslau, het huidige, weet ik niet meer, Wroclaw, ja precies. Via Breslau naar Częstochowa, de plaats waar mijn schoonmoeder was geboren. Ik kon niet peilen wat haar gedachten waren, of ze een voorgevoel had dat dit haar en tevens onze laatste reis zou zijn. De afstand van Częstochowa naar Auschwitz bedraagt meer dan 100 kilometer. Het werd stil in de wagon. Ik zei tegen Rachel, bereid je op het ergste voor, want veel goeds hebben we niet van de Teutonen te verwachten. Ze antwoordde niet. Wat had ze moeten zeggen? En wat kon het ergste zijn? Je kon je er toch niet op voorbereiden. Ze glimlachte een beetje en zei, weet je dat je een baard hebt? Je lijkt wel een rabbi. Het was mij niet ontgaan dat de mannen om mij heen zich niet hadden kunnen wassen en scheren. Het scheen al lang geleden dat we ons in Westerbork konden verfrissen. Nu bleek hoe je uiterlijk
binnen een paar dagen kon veranderen. Het was niet alleen dat je zweette en stonk, maar je zag er ook als een schooier uit met ongekamde haren. Dat was juist de bedoeling van de nazi's. Zo beelden zij Joden af in het veelverspreide antisemitische hetzeblad Der Stürmer. Nadat we Tsjechoslowakije waren gepasseerd, merkten we dat we niet naar Auschwitz, maar naar het oosten reden. De vraag was waar we dan wel nog verder Polen in zouden aankomen. Later op de dag reden we langs Radom, waarna we diep in de nacht, het was al vrijdag geworden, Lublin passeerden. Mijn schoonouders en Herman hadden inmiddels een plekje achter ons veroverd om ook af en toe met hun rug tegen de wand van de wagon te kunnen leunen. Vrijdagmorgen vroeg was het laatste greintje van ons uithoudingsvermogen verbruikt. Meer konden we niet verdragen. Door oververmoeidheid waren we zo ver dat het ons niet meer interesseerde waar we terecht zouden komen en wat voor werk we te doen zouden krijgen. Na het passeren van een stationnetje stopte de trein op een rangeerterrein. Omdat dit waarschijnlijk het einde van de reis betekende, begrepen we dat we nu zo snel mogelijk onze bagage moesten oppakken. Ik zag door openingen in de bossages een met prikkeldraad omheind kamp liggen, omgeven met wachttorens. Boven de ingang zag ik op een bord staan SS zonder commando Sobibor. Het begon nu spannend te worden. Dit moest het dus zijn, een kamp waar gewerkt moest worden. De 50 wagons op het rangeerterrein werden na enige tijd in series van 10 het kamp ingereden. De andere 40 die nog op het rangeerterrein stonden, werden bewaakt door een cordon van Oekraïense bewakers tot de tweede serie van 10 werd toegelaten. Toen de eerste 10 waarin wij zaten binnen het kamp langs de rampen tot stilstand kwam, werden de schuifdeuren opengeschoten, nu door mannen in blauwe overalls. Ze vormen het zogenoemde Bahnhofscommando, dat uit arbeidsjoden bestond. Arbeidsjoden, dat zijn Joden die bij aankomst van transporten werden geselecteerd voor handlangersdiensten in het kamp of daarbuiten. Twee van hen klommen in onze wagon en fluisterden onder het wakend oog van de achter hen staande SS'ers vlug, vlug, terwijl ze ons voor de vorm sloegen. Door Jiddisch te spreken lieten ze merken dat ze Joden waren. Sommigen zeiden op gedempte toon: als er straks naar gevraagd wordt, moet je zeggen dat je een vakman bent. Waar het uitstappen niet snel genoeg ging, kwamen de SS'ers zelf in actie. Daarom zorgden we ervoor zo snel mogelijk met onze bepakking buiten te staan. Achter ons klonk gekerm van degenen die door ziekte of hun ongemakkelijke houding niet konden opstaan. Wij werden door de Oekraïense bewakers verder het kamp ingedreven. Mijn schoonvader, die aan de buitenkant van de rij liep, kreeg van een SS-man een gemene zweepslag op zijn rug. Hij kromp ineen van pijn. Rachel en ik hielden elkaar stevig vast. We wilden ons in deze demonische situatie niet uiteen laten drijven. Ik zei tegen haar: wat ze ook met ons doen, dit voorspelt niet veel goeds. Over een zandpad werden we naar een grote barak geleid. We durfden niet om te kijken om te zien wat er met de baby was gebeurd,
en met degenen die in de wagon waren achtergebleven. Als opgejaagd wild werden we door een grote barak gedreven, waar ons tijdens het lopen werd bevolen al onze bagage af te gooien. Onze brood en rugzakken en mijn gitaar kwamen daar op grote hopen terecht. Beroofd van alles, behalve de kleren die daar aan hadden, verlieten we de barak. Het plotseling kwijtraken van onze bezittingen had mij zo overrompeld dat toen ik weer buiten stond, ik mij er niet van bewust was dat de vrouwen gescheiden waren van de mannen. Alles ging zo snel dat ik haar niet meer kon spreken. Het was de laatste keer dat ik mijn geliefde heb gezien. Daarna liepen de mannen langs een SS'er die hem met één oogopslag inspecteerde en ze een omzoopt veld opstuurde. Met een handbeweging gebaarde hij een aantal jonge mannen zich aan de zijkant van dat veld op te stellen. Mijn zwager Ab zag ik daar al staan. Aan mijn schoonvader en zwagertje schonk hij geen aandacht. Zij waren in zijn ogen te oud of te jong om uitgekozen te worden. Ook mij keek hij aan, maar liet mij doorlopen naar het met prikkeldraad omheinde veld. Hij moest niet meer dan 80 jonge mannen uitkiezen. Maar dat is wijsheid achteraf. Op het veld moesten wij samen met nog 300 andere mannen gaan zitten. We deden het al te graag, omdat we door de ontberingen van de lange tocht en de enerverende gebeurtenissen aan de rampen uiterst vermoeid waren geraakt. Ik dacht, eindelijk even rust. Zo wachtte ik wat er verder ging te gebeuren. De barakken langs het veld met gordijnen en bloembakken maakten op mij een geruststellende indruk. Aan een paar Nederlandse arbeidsjoeden die daar liepen, vroeg ik wat voor soort kamp dit was. Ze zeiden een werkkamp dat nog verder wordt uitgebreid. Niemand hoefde zich zorgen te maken. Dit gezegd hebbende begonnen mijn hersens snel te werken. Het was niet meer dan een gevoel dat ze voor de bouw een speciale dienst van jonge mannen nodig hadden. Mijn ingeving zei mij dat ik ook bij die groep wilde behoren, vooral omdat ik mijn zwager daar aan de kant zag staan. Ik had mij al met de gedachte verzoend, samen met mijn schoonvader en zwagertje hier te moeten werken, toen ik de SS'er die de mannen had uitgekozen, naderbij zag komen. Met zijn handen op de rug slenderde hij, zo te zien, voldaan langs de zittende mannen. Hij wist wat er met ons te gebeuren stond. Toen hij vlak bij mij was gekomen, stak ik als een schooljongen mijn hand op om hem iets te vragen. In mijn korte broek en windjek moet ik er in zijn ogen te jong hebben uitgezien. Toen vroeg ik hem, mag ik u een vraag stellen? Hij knikte. In mijn beste Duits verzocht ik hem of ik mij bij de apartstaande groep mocht aansluiten. Hij reageerde niet meteen en sloeg een paar keer met zijn zweep tegen de laarzen als om een moment na te denken. Gespannen wachtte ik zijn reactie af. Toen vroeg hij, wie al is toe? Ik antwoordde, zwei instanties, herr officier, want ik wist niets van SS-rangen. Bist du gesund? Jawohl, herr officier. Een beetje geïrriteerd zei hij, ich bin Unterscharführer. Kannst du Deutsch? Wat een kinkel, dacht ik, sprak toch Duits met hem. Jawohl, herr Unterscharführer. Ik begreep meteen dat ik hem met zijn titel moest aanspreken. Even keek hij mij doordringend aan.
Misschien dacht hij, die jonge man weet al snel hoe hier de gebruiken zijn. Toen was zijn besluit genomen. Na, los, und ein bisschen schnell. Zo belandde ik aan de kant van de geselecteerden. Ik had niet het minste vermoeden dat zijn beslissing de scheidslijn was tussen leven en dood. Vlug rende ik naar mijn zwager, waar weer een andere SS'er zich bezig hield met sommigen van de groep. Hij keek wat verwonderd, omdat hij wist dat de groep al compleet was. Tot mijn verrassing ontdekte ik daar ook mijn beste vriend, waar ik in het begin al even over sprak, Leo de Vries, die met zijn vrouw in de tweede wagon zat. De SS-man zei na enige tijd: mijn kameraad heeft jullie uitgekozen om niet ver van hier te werken. 'S avonds kom je in het kamp terug en kun je samen met je familie en vrienden eten en je ontspannen. Zij, en hij wees naar de mannen op het veld, gaan nu douchen. Daarom werden de mannen van de vrouwen gescheiden, want je begrijpt dat gezamenlijk baden ongepast is. Zij blijven om hier te werken. Hier, in tegenstelling tot degene die 80 die waren uitgekozen. Ik hoorde en zag dat weer een andere SS-man in een witte kiel, als ware hij een dokter, voor de 300 mannen op het veld een toespraak hield. Hij zei: na een lange reis met veel mensen in één wagon is het nodig dat u gaat douchen. Verderop is een badhuis. Daarom moet u zich nu uitkleden. Uw kleren legt u netjes op een stapeltje en uw schoenen bindt u paarsgewijs aan elkaar. Uw eigendommen worden bewaard. Mocht u nog goud en horloges bij u hebben, dan geeft u die bij de kiosk daar verderop af. Het nummer dat u wordt toegeroepen moet u goed onthouden, zodat u straks uw bezittingen gemakkelijk weer terug kunt krijgen. Toen de SS'er van onze groep van 80 bevel gaf om zijn rijen op te stellen, liepen wij zo snel mogelijk terug naar de trein. Twee wagons en een locomotief stonden klaar om ons te vervoeren. Ab, Leo en ik, dus mijn zwager, mijn vriend en ik, zorgden ervoor dat we in dezelfde wagon terecht kwamen, zodat we onze ervaringen van de afgelopen dagen konden uitwisselen. Naast de vraag waar we heen gingen, werd één ding duidelijk. We kwamen hier om te werken. Dat had men ons altijd in Nederland verteld. Behalve naar het werk dat ons te wachten stond, was ik benieuwd wat de mannen en vrouwen moesten doen die in Sobibor waren achtergebleven. Omdat het al laat in de middag was, dacht ik dat zij zich nu in hun barakken aan het voorbereiden waren om na onze terugkeer gezamenlijk te eten. Ik vroeg mij af wat het bijzondere van Sobibor was, omdat ik op het bord boven de ingang had gelezen dat het kamp als zonder commando werd aangeduid. Toen kenden we de werkelijke betekenis van een zonder commando niet. Nu weten we dat in de 4 zonder commando's in het generaal gouvernement, Belzec, Treblinka, Sobibor en Lublin-Majdanek, onder de naam Action Reinhard, op fabrieksmatige wijze meer dan 1,5 miljoen Joden uit vrijwel heel Europa door verrassing werden vermoord. In Sobibor ging de procedure als volgt. Na de mannen zich hadden uitgekleed en ze het veld hadden verlaten, verschenen daar arbeidsjoden om de achtergelaten kleren naar de sorteerbarakken te brengen. Gelijktijdig verscheen een andere groep die de schoenen verzamelde. Daarna werd de grond aangeharkt, zodat de volgende groep niet zou merken wat er kort daarvoor
op het veld had plaatsgevonden. Vervolgens werden de naakte mannen voortgedreven over een 300 meter lang pad dat aan weerszijden omheind was met dennentakken doorvlochten prikkeldraad. De groep werd bewaakt door één SS'er en een aantal Oekraïense bewakers die uitgerust waren met zwepen en stokken om een mogelijke weerstand onderweg de kop in te drukken. Aan het einde van het pad bevond zich het badhuis, een eufemisme voor de gaskamers. De vrouwen moesten zich in een ander deel van het kamp uitkleden en werden kort voor de gaskamers nog door arbeidsjongen van hun hoofdhaar ontdaan. Degene die niet in staat waren te lopen, was een ander lot beschoren. Aan de randen werden ze door mannen van het baanhofscommando uit de wagons getild en naar gereedstaande lorries gebracht, waar ze ook naar een plaats in de omgeving van Lager 3 werden gereden, het deel van het kamp waar zich de gaskamers bevonden. Daar werden ze, om vertraging tijdens de procedure te voorkomen, aan de rand van een grote kuil geëxecuteerd. De Duitsers noemden deze plaats eufemistisch het lazaret. De 6 afzonderlijke gaskamers bevonden zich in een stenen gebouw. De SS-man Erich Bauer was, zoals hij zichzelf noemde tijdens processen, de gastmeester van Sobibor. Hij verklaarde tijdens die processen dat als een transport aankwam, een panzermotor in een ruimte achter de gaskamer al bedrijfsklaar was. In het gebouw aangekomen werden de Joden via een centrale gang, u ziet hem hier in het midden, naar binnen geperst in de 6 kamers van elk 4 bij 4 meter. U ziet daar aan weerskanten 3 kamers, totaal 6. Als die overvol waren, stonden ongeveer 480 mensen opeengedrongen op 96 vierkante meter. Dit betekende dat voor ieder 20 vierkante centimeter, plaats was nog minder dan de oppervlakte van een trottoirtegel. Toen iedereen in de kamers was, werden de deuren hermetisch gesloten. Omdat er geen ramen in waren, was het binnenste aardedonker. Elk van de 6 kamers was via een vaste leiding op de panzermotor aangesloten. Aan het einde van de leidingen zat in elke kamer een douchekop, zoals in ieder normaal badhuis. Nadat een hendel aan de motor was omgedraaid, stroomde koolmonoxide van een zo hoog mogelijke concentratie de kamers in. Door het met water reinigen na elke vergassing bleef een laagje water op de bodem achter. De mensen moeten bij het betreden van de kamers gedacht hebben dat ze werkelijk een douche gingen nemen. Maar al snel merkten ze dat niet het verwachte water uit de leiding stroomde, maar een vreemd geluid te horen was. Er ontstond gebrek aan zuurstof. De mensen moesten, als ze nog konden denken, hebben begrepen dat ze in een onontkoombare val waren gelokt. Er ontstond paniek, gegild en geschreeuw. Men klemde zich, voor zover dat mogelijk was, aan elkaar vast. Dit niet te beschrijven lijden duurde ongeveer 20 minuten, tot de dood door verstikking intrad. Zo hebben de nazi's in Sobibor in koelen bloede 170.000 Joden vermoord. Voor de lijken op gereedstaande lorries werden gegooid, werden hun gouden tanden en kiezen getrokken en verder onderzocht op kleine kostbaarheden.
Daarna werden ze op kruislinks liggende spoorstaven verbrand. De ongekende misdaden die door de nazi's zijn begaan, van intimidatie, stigmatisering, beroving, afzondering, deportatie tot aan de dood, zijn eenmalig in de geschiedenis van de mensheid. De misdaden en de misdadigers van toen, van Hitler tot de helpers helper, laten nog steeds diepe sporen na. De moord op 6 miljoen Joden is met niets anders in de geschiedenis te vergelijken. Het geeft te denken dat niemand in de wereld de Joden heeft kunnen behoeden voor deportatie. Hoe onbegrijpelijk ook, het bleek mogelijk dat een bezettende macht ongehinderd tegen overeengekomen in conventies in en zonder enige gewetensnood in staat was burgers van een ander land, ver van huis, massaal de dood in te sturen. Dat wij nu zo goed als alles van Sobibor weten, is te danken aan de heldhaftige opstand die op 14 oktober 1943 heeft plaatsgevonden, nu 70 jaar geleden. Zowel overlevenden als daders hebben tijdens verschillende processen in Duitsland tot in detail verklaard wat zich daar heeft voltrokken. Zonder deze opstand zou Sobibor in de vergetelheid zijn geraakt. Vanaf deze plaats breng ik eerbetoon aan Alexander Petscherski, de leider van de opstand. Hij en de 46 andere overlevers van de opstand mogen nooit vergeten worden. Dames en heren, tot slot. Mijn wens is dat u mijn getuigenis in eenvoudige woorden aan uw kinderen vertelt, zodat ook zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden in Nederland en niet alleen daar is gebeurd. Zij kunnen, als er geen getuigen meer zijn, het mogelijk weer aan hun kinderen doorgeven en hun kinderen aan de hen opvolgende generatie. Als u dat doet, naar ik hoop, zult u doen. Als u dat doet, als u dat, naar ik hoop, zult doen, sorry, dat hebben u en ik een steentje bijgedragen aan de eerbied voor en de nagedachtenis van 34.000 mensen. Ik dank u voor uw aandacht. Luisteren naar Nirts Vey. Ze hebben 3 liederen en ze hebben speciaal voor u ook een verzoeknummer van u. Dat kan ze ook zingen. Josien Franke en Leo Driesenaar. Die Sterne sind
blikken, ogen. Een lied uit begin 1900. Een tekst uit begin 1900, moet ik eigenlijk zeggen, die vanavond voor het eerst als een lied klinkt. Kom jij, wilde hinde van de cabarets, en laat mij je ogen zien, want in jouw ogen zie ik weerspiegeld het leed van jouw volk. En daarom zijn jouw ogen zo mooi. Oigen. Niet zomaar een mannetje. Belt, had u aangegeven dat u dat graag zou willen horen. Het belt is een lied over, ja, eigenlijk een heimwee naar het stadje uit het verleden. Maar voor u is het niet zomaar een lied. Want het werd bij uw schoonouders thuis gezongen en ook terwijl u in Polen was, op uw hele lange reis waarvan u wel terug bent gekomen, hebt u ook het lied Belts gehoord. U hebt ons wel een beetje aan het werk gezet, want het stond niet op ons repertoire, maar voor u Belts.
Tot en met Sobibor, maar daarna is nog heel veel gebeurd. U ziet, dames en heren, de reis tot en met Sobibor. En daarna... Dat is de rode lijn. Ja. En de zwarte is de retour. Ja. Maar het was geen retourje dat ik bij het begin heb gekregen van de spoorwegen. Dat was enkele reis. Ik was ook zo bedoeld door de bezetter dat het enkele reis zou zijn. Maar ze hebben niet in alles gelijk gekregen. Ja. Ja. Ja, dus ik ben dus inderdaad in vele kampen geweest.
In één kamp ben ik vrij lang duur geweest, dat was meer dan een jaar. En daar heb ik het niet zo slecht gehad in een bepaald aantal maanden. Ik kwam namelijk in een drukkerij terecht. En ik, zoals ik in mijn lezing heb gezegd, ik werd ook als jonge man werd ik opgeleid tot drukker. Dus op een of andere manier, maar dat is allemaal zo ingewikkeld om dat in een paar woorden te vertellen, kwam ik in de drukkerij terecht. En dan was het leven nog niet zo slecht. Dat was namelijk nog een bestaand ghetto. Met die aantekening erbij, daar woonden ongeveer 5000 Poolse Joden. Maar in, dat was het kleine ghetto in Radom, maar het was een groot ghetto in Radom. En er waren een jaar eerder dan dat ik er kwam, waren er al 35.000 Joden naar het vernietigingskamp Treblinka gestuurd. Dus er was dus 5000 overgebleven en precies in die plaats hadden ze mij nog nodig om als drukker te werken. En zo heb ik dus ook een paar, ik mag niet zeggen aangename maanden doorgebracht, maar toch in schil tegenstelling tot de kampen daarvoor, waar het leven een kwestie van dag was. Je kon elke dag kon je het loodje leggen op verschillende manieren. Doordat je niet erg gehoorzaam was aan de Duitsers. In de tweede plaats omdat je bijna niks te eten kreeg. En in de derde plaats omdat je heel zwaar moest werken. Nou, dat heb ik gelukkig maar 4 weken dus moeten doen. En na die 4 weken, na Sobibor, 4 weken daarna, kwam ik uiteindelijk in die plaats Radom terecht. Een plaats van ongeveer 100.000 inwoners. Waar ik het enigszins naar mijn zin heb gehad in mijn eigen vak. Maar goed, dat heeft niet te lang geduurd. Maar dan zou ik in details moeten treden. Ik wil het toch even doen. Want in november 1943 werd er in het district Lublin werd er een grote vernietigingsactie gehouden van Joden die daar gewoon in fabrieken hebben gewerkt. Maar op een of andere manier had Himmler, dat was de rechterman, rechterhand van Hitler, had besloten dat er geen Joden mochten meer werken in Europa. Maar vreemd genoeg werden de drukkers en nog een paar anderen werden gespaard. En zo ben ik eigenlijk zeg maar 2 jaar door allerlei gangetjes en weggetjes en eigen initiatief. Heel belangrijk om eigen initiatief te tonen, zoals in het begin van mijn aanwezigheid in Sobibor, dat ik zelf initiatief heb genomen om bij die bepaalde groep te willen behoren. Al wist ik niet van tevoren wat de betekenis van die groep was, maar ik heb me niet steeds laten meedrijven op de wilde golven van de zee en dan maar kijken of je nou aan de kust terecht zou komen of dat je in zee zou verdrinken. Ja. Nou, dat heb ik. Iemand, een student in Amsterdam, heeft dat een keer, naar aanleiding van mijn boek, heeft ze dat uitgeplozen. En ze kwam tot 15 keer dat ik een beslissing had genomen die eigenlijk levensreddend was geweest. Maar er zijn natuurlijk andere mensen die het ook hadden willen doen, maar die op misschien het allerlaatste ogenblik een verkeerde beslissing hebben genomen. En aan de verkeerde kant terecht zijn gekomen. Ja. Maar ik was dus kennelijk een uitzondering. Maar u had nog meer vragen. Nou, die beslissingen, dat valt ook erg op in uw beschrijving binnen de poorten. Ja. Dat het steeds toch door het over de naald of steeds een, ja, toch een slim zelfoverleg. Ja, ja. Wat mij ook opviel tijdens in de beschrijving die u maakt na Sobibor, door de verschillende kampen, is de rol van muziek. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, het was eigenlijk, ik mag niet zeggen bepalend, maar het had een belangrijke rol in mijn leven in de concentratiekampen. En dat was hoofdzakelijk doordat mijn vriend, Leo de Vries, die in hetzelfde huis geboren was als ik, mm-hmm, en die altijd mijn vriend is geweest, ook voor de oorlog, dat hij zeer muzikaal was. Zijn broer was
was een hele goede pianist, zou opgeleid worden tot een concertpianist, maar die heeft de oorlog ook niet kunnen overleven. En hij heeft dus een tik van zijn broer meegekregen. En dat betekende dat als wij naar het werk moesten in kolonnen, dan liepen we altijd naast elkaar. We liepen trouwens altijd naast elkaar. En dan vloot hij een melodie, een thema. En dan moest ik raden uit welke symfonie en als het kon ook nog welk deel. Ja. En zo ging het ook met bijvoorbeeld een paar cantates, waarvan ik toen al wist omdat mijn vader ze ook gezongen had. Ik heb er één genoemd. Zing het in heel een mooie lied, maar wacht het af, hoeft ons die stemmen, cantate nummer 40, als ik het goed, of 140. Ik kijk even naar. En Jans het kort in alle landen. Dus ik, ja, en dat heeft ons, zeg maar, toch op de been gehouden. Ja. Ja. En u heeft ook, dat vond ik zelf zo indrukwekkende stukken, een paar keer meegemaakt dat u plotseling muziek hoorde. Of dat plotseling mensen begonnen te zingen, Jiddische liederen. Ja. Ja, het was ook in Radom. Maar toen zat ik al lang niet meer in het ghetto, daar ben ik maar een paar maanden geweest. En uiteindelijk kwam ik dan terecht in een buitenkant van het ghetto. En daar hebben we dus moeten werken. We hebben heel hard moeten werken. En daar op een gegeven dag leek dat er iemand met een viool het kamp in was gekomen. Hij kwam uit, als ik het goed heb, uit Lodz. Of het Warschau, daar wil ik een af zijn. Maar het was een wat kalende man. En hij had zijn viool bij zich. En plotseling begon hij de Chaconne te spelen van Bach. Ja, ik heb het nog nooit zo slecht, maar ook zo mooi horen spelen. Als die ene keer. Ja. 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 Was dat een moment van bevrijding of wat? Ja, dat was. Er was wat anders dan alleen maar nationaalsocialisme. Ja. Er waren kunsten en vooral muziek. En muziek kan je altijd maken, al is het maar neurien of fluiten of zingen. Mm-hmm. En dan ontworstel je toch, zeg maar, aan de waan van de dag. Ja. Ja. En dan denk je niet wat gebeurt er morgen. Leef ik morgen nog of niet meer? Nee, je bent aan het zingen of aan het fluiten en muziek aan het maken. Ja. Ja. Helaas ben ik, maar dat is dan net in de oorlog. Ik was op de volk toen ik een jaar of 17 was, dacht ik. Ben ik naar de volk muziekschool gegaan in Amsterdam. Onder leiding van directeur meneer Gerels. Die had een speciale methode van handzingen. Je begon met do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En dat vind je goed. En ik had me voorgenomen om het volgende jaar hobo te gaan leren. En toen mochten de Joden niet meer naar school, naar de muziekschool. Dus er is er niks van gekomen. Maar muziek is altijd bij mij. Een dag zonder muziek bestaat bij mij niet. Nee. Mag ik u iets vragen over uw mensbeeld? Want sommigen van u zullen dat weten, maar naar aanleiding van het proces tegen Demjanjuk, toen heeft u aan de rechtbank gevraagd om hem wel schuldig te verklaren, maar hem niet op te laten sluiten, geen celstraf te geven. Ja. En de beweegreden is uit respect voor de humanistische visie van uw ouders. Kunt u daar iets over vertellen, ook over uw eigen humanistische visie? Ja, ik ben niet aan het humanistisch verbond verbonden. Maar ik heb het van huis uit meegekregen. Ja, wat is humanisme? Ik heb het in een paar woorden dus proberen te verklaren, maar het gaat veel verder. En zo waren mijn ouders, waren hele rechtschapen mensen. Mijn vader was een mens, het CH. Ik weet niet of u dat begrip kent, maar in het Jodendom is als je een mens bent, dan ben je niet maar een gewone man of een vrouw, nee, dan ben je een mens. En dat was mijn vader ook. Was een heel kunstzinnig man. Maar ja, hij was diamantenwerker, is al zodanig, ik drijf een beetje af van de vraag, maar toch, hij is met zijn vrouw en met mijn zuster naar Bergen-Belsen gedeporteerd. Een paar maanden later, als dat ik naar Sobibor ben gedeporteerd.
En hij is toen als diamantbewerker. Hij mocht daar niet werken in Bergen-Belsen, want dan zouden zijn handen, zeg maar, zou beschadigd worden. En toen hebben ze een groep van een paar honderd man, allemaal diamantbewerkers, naar Sachsenhausen gestuurd. Daar ben ik een paar jaar geleden geweest, met Johannes Houwen van Kaarten samen. En toen hebben we dus onderzocht op het kantoor welk lot mijn vader heeft getroffen. Want het was wel bekend dat hij eind december 1944 was overleden. Overleden tussen aanhalingstekens. We weten niet of hij dus... Want hij werkte in een buitenkamp, in een fabriek waar vliegtuigen werden dus samengesteld van Heinkel. Maar of hij nou door bombardementen, door zwakte of door anderszins, zeg maar, dood is gegaan, dat weten we niet. Maar goed, hij heeft dus van ons gezin, van mijn ouderlijk huis, we waren met z'n vieren, vader, moeder, zuster en ik, hebben dus daarvan, wat een unicum is, moet ik zeggen, in de geschiedenis, hebben er drie van overleefd. En mijn zuster woont nog in, ze is nu 94, woont in Australië. Die wilde in 1953, zeg maar, weg uit Europa. Want ze wilde niet nog eens een koude oorlog meemaken en de communistische communisme overheersing. Toen zijn ze vertrokken en we hebben daar goed geboord. Maar ze is nu een beetje ziekelijk geworden. Maar goed, ik bel haar elke week om te vragen hoe het met haar is. Maar ze is een beetje, hoe heet die ziekte? Parkinson. Nee, niet Parkinson, Alzheimer. Ja, weet ik niet. Ja, daar is ze dus hier alleen voor. Maar bij u en het gezin, uw vader en uw moeder en uw zus, was die humanistische zienswijze. Ja. En, want u heeft net aan ons uw verhaal verteld tot en met Sobibor. En dan denk ik dat veel van de toehoorders zich zou kunnen voorstellen dat je dan bij wijze van spreken met haat vervuld bent. Dat je denkt van nou, die Demjan Luk, die... Zet die maar in de cel. Wat maakt dan dat u zegt... Ja, nou, dat heeft een verklaring. Misschien een beetje vreemde verklaring, maar het heeft een verklaring. In 1982 heb ik een proces bijgewoond, dat duurde tot 1985. Tegen één man, een SS-man uit Sobibor. Hij heette Karl Svensson. Toen ik de eerste keer daar in dat gerechtsgebouw kwam en ik moest wachten tot de zitting begon, zat ik in de hal en toen kwam er een man naast me zitten. En die had een, ja, het leek wel een uniform, maar het was het eigenlijk niet. En toen dacht ik, dat is de dader, dat is Svensson. En ik ben een beetje weg bij hem getrokken, want ik wilde niet direct naast die man zitten. En toen werd geroepen, eintreten, echt op zijn Duits, eintreten biedt hij. Toen ben ik naar binnen gegaan, maar die man ook, naar de publieke tribune. Dus hij was Svensson helemaal niet. Hè. Nou, na enige momenten komen de rechters binnen, daar gaat een zijdeurtje open en er komt een oude man met een stok en met een dikke bril. Kon dus slecht lopen, kon slecht zien, kon nauwelijks goed praten. Toen dacht ik, oh jee, dat is hem. Ik moet die man gaan haten. En het is me niet gelukt. Dat is een hele vreemde gewaarwording. Als je weet dus dat hij zoveel mensen de dood in heeft gejaagd. En je wordt met hem geconfronteerd. Want hij zat aan deze kant van de zaal en ik zat schaam tegenover. Dus we hebben elkaar dus steeds aangekeken. En ik dacht, hoe kan iemand nou zo'n verleden hebben? Terwijl hij eigenlijk er gewoon uitziet, zei het met al zijn gebreken. Maar ik kon die man niet haten. En zo is het eigenlijk een beetje gebleven. En toen het proces kwam, en toen veel duidelijk is geworden, alhoewel er is eigenlijk niet veel duidelijk geworden, want het is hem niet bewezen dat hij maar één man heeft doodgeschoten. Maar alleen het feit dat hij in Sobibor was, zijn aanwezigheid, was voldoende voor de rechtbank en een identiteitsbewijs waarvan de
ene deskundige in Amerika zeggen, het is echt, het is 100 keer microscopisch, de nikjes zijn bekeken, de foto's zijn bekeken, de stempel van de SS is bekeken, allemaal goed. En er zijn anderen die betwisten dat en zeggen, dat is allemaal namaak. Maar goed, ik denk, ja, ik mag als getuige, mag ik een vonnis vellen. Dat kan namelijk in Duitsland. Daar heb je dus nevenklevers. Die worden toegelaten als iemand in de familie, in de naaste familie, op een of andere manier zeg maar, is gedood. Dat kan niet alleen bij oorlogsprocessen, maar ook in normale processen. Als er dus mensen worden doodgeschoten. Dan kunnen dus de nabestaanden nevenklever worden. En die hebben het recht, alleen in Duitsland zeg ik erbij, om een requisitoor uit te spreken. Nou, dat heb ik gedaan. Dat heb ik aan de hand van ook plattegronden gedaan. En ik heb dus gezegd wat ik hier ook gezegd heb. Maar tot een bepaald moment, want ik heb niet alles zelf meegemaakt. Die gaskamers en de weg naar naartoe en het haren knippen en die lijkverbranding heb ik niet meegemaakt. Dat is allemaal later, na researchwerk, is dat door mij dus onderzocht. Ja, ik weet dus dat het een moord was. Er was één zaak was te bewezen, namelijk dat hij één man had doodgeschoten. Maar dat was in een vorig proces, ook in Hagen. En dat doodschieten, dat is niet verjaard en dat heeft hij dus ook gekregen, levenslang, in het tweede proces. Daar is verder niet over onderhandeld of het wel of niet waar was, want dat was al bewezen. Dus die man, ja, ik moest wat doen. En toen heb ik besloten, ik was de enige moet ik zeggen, die gepleit heb voor, hij moet veroordeeld worden, maar zonder strafoplegging. Hij was toen al, nou ja, ik heb het geschetst, kreupel en hij diende van alles. Ik denk, wat moet die man nou nog verder in de gevangenis zitten? Hij had al 16 jaar gezeten trouwens hoor. En toen mocht hij tijdens het proces, werd hij vrijgelaten, mocht hij naar huis. Hij heeft in de buurt van Bielefeld gewoond. En toen dacht ik, ja, dat is het enige wat ik kon doen. Zonder dat ik mezelf geweld aan moet doen. En mijn vader en mijn moeder in gedachten heb ik gezegd, mijn heren, u moet hem wat mij betreft dus veroordelen, maar hij hoeft niet de gevangenis in. En het typische is, ik ben de enige van alle nevenklevers geweest die gelijk heeft gekregen. Want hij is niet meer de gevangenis in gegaan. Waarom niet? Omdat hij dus tijdens het hoger beroep vrij was. En tijdens dat vrij zijn, want hij moest 5 jaar, had hij gekregen. Maar zonder opleggende straf. Dat heeft de rechter dus eigenlijk overgenomen van mij. Maar hij is toen tijdens, ook voor het hoger beroep, is hij dus gestorven. Dus er kwam geen hoger beroepzaak meer, tot mijn geruststelling moet ik zeggen, want dan had het hele proces misschien weer moeten overgemaakt worden. Ja. En dat was een beetje te veel. Ja. We zijn dan over onze tijd heen. Nu al? Ja, nu al. Ja. Het spijt me voor de zaal, maar programmatisch moeten we afsluiten. Maar misschien is er nog iemand die zo'n dringende vraag heeft. Eén heel dringende vraag. Deze meneer hiervoor. Wacht even op de microfoon. Is er tijdens de treinreis, die duurde dus dagen, ooit gedacht aan op een stilstaand moment om te ontsnappen? Is dat ooit door iemand bediscussieerd in de trein van die optie? Of nee. Niet dat dat natuurlijk kon, maar... Nee, er is door niemand geprobeerd. Ik weet wel dat er een transport uit België is geweest, waarbij 10 mensen onderweg, maar die trein ging naar Auschwitz. Onderweg zijn de trein uitgesprongen
en hebben ook de oorlog overleefd. Maar in onze wagon is dat niet te sprake gekomen. De deuren waren vergrendeld de hele reis door. Onder strenge bewaking. En niet alleen, zeg maar, in de wagens waar de SS zaten. Nee, ze zaten ook in die zogenaamde remmershuisje. Dat zijn van die goederenwagens met een huisje erbovenop. En dan kon die man, die SS-man, of die man van de Sicherheit, bijvoorbeeld zei, die kon over alle wagons heen kijken of er wat gebeurde. Misschien dat dat ook een rol heeft gespeeld, maar dat kan ik niet bewijzen. Maar zover wij weten is er één vrouw, hallo, één vrouw is de trein uitgesprongen. En dat weten we pas sinds kort van het Nederlandse Rode Kruis. Die heeft zich na de oorlog gemeld uit een van die 19 transporten. Dat ze dus wel is ingeschreven en staat ook op de transportlijst, maar er is uitgesprongen. Dus er is iemand geweest, een vrouw nog wel, die de daad van, of de wil om zich te bevrijden, werkelijkheid heeft gemaakt. Er is nog iemand daar met een nog dringende vraag. Komt de microfoon aan. Even het bijhouden. En de trein van Westerbork moet u naar even Duitsland, in Praten, reed wat langzamer in Ommen. En ze in Ommen, plaats in Droom. Langzamer in Ommen. Daar reed de trein wat langzamer en er zijn mensen uit de trein, misschien via de planken wat u zei, uit de trein gekomen en zijn bij de ouders van mijn man, die aan het spoor woonde, door de achtertuin naar binnen gegaan en ze hebben nog een. Er was één man bij die waarvan, die had een hoed, dus een hoed op. En de rails zijn, de rails gaat over zijn hoed gegaan. Dus hij had zijn hoed als bewijs dat onder de trein had gelegen, de rails. De trein was over zijn hoed gereden. En zo zijn er nog een aantal mensen toch daarin onder uit de trein kunnen komen. Ik heb de essentie niet helemaal begrepen. Nel vertelt over een ontsnapping uit een trein, maar het is een andere trein geweest. De trein komt naar een andere. Ja, dat is het. Nel van der Sande vertelt over dat ze meegemaakt heeft, dat niet meegemaakt heeft, maar over een trein die bij Onne langzamer is gaan rijden. En daar zijn mensen uit de trein gesprongen en die zijn bij de ouders van haar man aangekomen. Dus het is een. Dat is een bijzonder verhaal, maar dat is niet. Maar er zijn natuurlijk meer treinen dus naar Westerbork gereden. En van daaruit naar verschillende windstreken in Europa gebracht. Ik noem maar Theresienstad, Bergen-Belsen en nog meer. Maar daar is mij niets van bekend. Maar het is natuurlijk mooi als dat zo inderdaad is gebeurd. Ja, daar moeten we respect voor hebben. Wat ik wel gedaan heb, want heeft u ook gezien, ik heb die kaart getoond, ik heb zelf een kaart uit de trein gegooid, maar ik ben er niet achteraan gesprongen. Ik denk dat we hier met deze mooie zin moeten eindigen. Meneer Schelvis, u weet dat ik niet weet hoe ik u moet bedanken. Ik denk namens ons allemaal. Fantastisch dat u hier was. En ik wil ook de zaal bedanken voor de aandacht. Ja. Ik wil de voorzitter van het college van bestuur, Gerard Meijer, bedanken voor de mooie woorden. Ik wil meneer Zwij bedanken. En zij gaat dadelijk afsluiten met nog 3 liederen. Ik moest zeggen, en ik kondig het u graag weer aan, dat Yehuda Bauer dus volgende week, 25 januari, hier in Nijmegen is en zal spreken over het Joods verzet. Dat is natuurlijk enorm interessant en cruciaal punt. In het algemeen of in Nederland? Yehuda Bauer, nee, niet, in het algemeen. In het algemeen. Verder, voor wie geïnteresseerd is, er zijn een aantal boeken van de hand van Jules Schelvis te koop onder op de boekentafel. Er zijn ook wat cd's.
En er is ook een kaartje. En als u dat kaartje ontdekt, dan kunt u op die manier ook donateur worden van de Stichting Sobibor. En als u donateur wordt van de Stichting Sobibor, waarvan heer Schelvis initiator is, dan krijgt u het boekje Er reed een trein naar Sobibor toegestuurd. Mag ik u? Maar ik zal het u direct persoonlijk overhandigen. Oh, dankjewel. ik denk dat wij dan maar het best het podium verlaten en Mirtz Vij nog een keer laten optreden. Oh ja. Dankjewel. Een lied gezongen in Polen, in een ghetto, door verzetstrijders. In het ghetto omsingeld door de Duitsers. Unter deinen weißen Sternen. Onder uw witte sterren, strek uw hand naar mij uit. Mijn woorden zijn tranen die in uw hand willen rusten. Thank you.
Wie viel Seiden schon?